Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het positief bericht van 1 mei. Deze week ga ik nog filmpjes maken voor mei, de hele maand mei. Dat is mij vandaag niet gelukt en het gaat mij waarschijnlijk 90% kans dat mij morgen ook niet gaat lukken. En woensdag weet ik het even niet. Misschien wel. En anders lukt het donderdag. Dus deze week ga ik mijn filmpjes maken, ook voor de godinnengroep en ook voor de VIP's, voor de ambassadeurs. Dat is heel leuk. Ik heb, jullie zien, ik zit even in het atelier. Ik dacht, oh, dan hoef ik het scherm niet op te doen en dat lag hier nog van vorige week. Ik wil de komende week ga positieve filmpjes maken met edelstenen. Daar ga ik zo meteen wat over vertellen. En volgende week ga ik even, ik wil even deze week tijd nemen om te voelen welke kaarten wij gaan doen. Ik neig eigenlijk heel erg naar de kleurenkaarten van Ina Segal. Lijkt me heel mooi. Ik heb voor de... Okay. Niet tegen de ambassadeur zeggen, hè? Maar ik heb al een kleurenkaart voor deze hele week getrokken. Het is eigenlijk voor de ambassadeurs. Azuur. Bescherm jezelf. Blijf het onder ons. Zo. Een positief bericht wil ik even met jullie delen. Er is best wel spannend op de zon bezig. De zon die staat eigenlijk, die is bezig om een hele grote uitbarsting te krijgen. Er was nu al een MNSC-klasse uitbarsting. Het weekend hadden we ook al wat input vanuit de zon. Niet echt hele heftige vlammen. Ik heb nog wel even een energieberichtje gedaan op zaterdag, meen ik. Want toen was de Schumann best wel een beetje onrustig. Niet die hele balk, maar het was een gordijntje van onrust. Maar het was zaterdag ook een karmische dag. Vandaag ook. Vandaag is een 49, 13, 4 karmische dag. Dus hoe zetten we dat fundament neer? Waarmee we een afsluiting kunnen maken, voltooiing kunnen maken... Maar wel vanuit een absoluut einde en een nieuw begin. Zodat dat fundament aan de beginkant en de eindkant helemaal oké is. Meer dan oké. Echt nieuwe zaken, nieuwe standvastigheid. Niet alleen in je persoonlijk leven, maar dus ook. Ik heb in de ambassadeurs iets verteld over het geld. Er is bij mij helemaal niks van mijn rekeningen afgegaan. Nou, dat in de ambassadeurs. Dus het positieve van vandaag is dat we iets zien in de wereld wat best wel bijzonder is. Vandaag wil ik het met jullie hebben, dat is eigenlijk het positieve, de zon. Die is dus heel actief. Daar verwachten we, het is in opbouw naar een zonnevlamuitbarsting. Zodra die er is, horen jullie dat. En we hebben een karmische dag. Dus het is best wel in opbouw, de energie. Ik heb gekozen om deze week in ieder geval elke dag even een edelsteentje te behandelen. En ik heb 44 edelsteenkaarten in een setje. En als je dus een armband of een hartje of een andere edelsteen bij mij koopt en ik heb daar een kaart van, dan krijg je eentje erbij. Heb ik er geen kaart van, dan krijg je een oplaadkaart. En ik heb nu gekozen voor de robijn in zoïsiet. Zoïsiet is een tanzanietachtige steen. Dus het roze is robijn en het groene is zoïsiet. Er zit er ook nog wat zwart tussendoor. De aarde zorgt er altijd voor dat het echt heel mooi is. En wat doet deze? Nou, ik heb deze teksten schrijf ik zelf, kaartjes had ik zelf gemaakt. Wat zegt deze robijn en zoïsiet? Structuur in je dagelijkse leven, dat is wat ik je bied. Luister naar mij en ik help je prioriteiten stellen. De steen zal je helpen om eerst het ene af te maken en dan met het andere te beginnen, dus met prioriteiten. Ik geef je kracht, power, diep van binnenuit. Ingepakt in de lessen die je ondergaat. Ik laat je je wensen volhouden en jij geeft aan wat je wenst en ik vertel je dat je het kan. Gisteren het weekend had ik een lieve vriendin en die zei ik ga mijn rijbewijs halen.
Nou, dan ga ik toch niet tegen haar zeggen, nou, zou je dat nou wel doen? Weet je wel wat jij meegemaakt hebt in het leven? Vind je dat wel vertrouwd? Heb je daar wel geld voor? Tuurlijk niet. Als zij hier bedenkt, ik zie mezelf rijden en ik haal het rijbewijs, dan gebeurt het ook. Juist omdat ze alles heeft meegemaakt. Ik begrijp dat. Dat is vrijheid. Dat is complete onafhankelijkheid. En over geld hoef je echt never nooit niet zorgen te maken. Er is altijd geld genoeg. Ik word in al mijn behoeften voorzien. Ik word in al mijn financiële behoeften voorzien. Toen ik dat hoorde dat zij dat ging doen, toen dacht ik, wow, fantastisch. Dan weet ik ook wat ze op verjaardag krijgt. Een autorijles. Een goede steen. Dit is dus de robijn in zoals je ziet. Heel goed om standvastig te blijven, om prioriteiten te maken, is verbonden met aardsengel Metatron. En aardsengel Metatron, het is gewoon goed dat die robijn in die sollicit zit. Want die robijn is heel krachtig en vurig en kan soms wel heel veel passie en eigenlijk wel ook agressie. Dat willen we niet, daarom zit hij in die sollicit. Dat zorgt ervoor dat die robijn zijn kracht kan geven en ook kan jou kan geven waar je aan kan leren en kan vasthouden aan wat jouw prioriteit is. Een goede steen voor impulsieve mensen die moeite hebben om met zelfdiscipline je doelen vol te houden. Denk je bij een afslanken, stoppen met roken, studie afmaken of praktisch eerst het een afmaken dan het ander. Aardsengel Metatron is verbonden met deze steen. Hij is de hoeder van wijsheid en hij geeft en van nieuwe tijdskinderen en is bij je aanwezig. Dus, robijn is zoals je ziet, dat is de steen voor vandaag. Ik heb een steen en ik heb ook hele mooie, tegenwoordig hele mooie hangers. Ook een healing point hoor. En ik heb, deze moeten nog even opgeladen. Als ik van, hier zit hier heel veel sollicit in, iets minder robijn zit hierin, maar er zit altijd voldoende in. En de armbanden, als ik powerbeat armbanden heb, dus van deze mooie bolletjes, en ik heb daar powerbeat armbanden van, die maak ik op maat voor je, maakt niet uit. Stel je voor dat deze volgens mij 24,99 waren. En je hebt maatje 16 centimeter, je meet het even, dan maak ik hem voor jou op maat. Of je hebt bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens iemand gehad van 26 centimeter, no problem. Daar betaal je niks extra's voor. Nou, je kan ook, schrijf maar eens even op een briefje, robijn in sollicit. Op mijn webshop kan je ook alles lezen over die edelstenen. Dus dan ga je dat op een briefje schrijven en hou dat briefje maar eens even in je broekzak. Dan kan je al voelen wat hij doet. Ik wens jullie een prachtige dag. Dag allemaal.